Hallo reviewvrienden, hoe is je daar? Ja, hier natuurlijk niet echt goed. Wat een wedstrijd. Wat een wanprestatie. Ongelooflijk wat slecht, hè? Nou ja. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laat ons kijken en de vernedering tegen Tsjechië wegspoelen. Bah! Oh, vanillevla, daar hou ik nou van. Ja, ondanks dat ik dus niet echt veel zuivel gebruik, of eigenlijk niet, ben ik wel een vla-liefhebber. Waarom? Vla is heel lekker. En mijn lievelingsvla is blanke vla. En dat is niet racistisch bedoeld. Mag dat trouwens nog blanke vla? Of heet het alweer witte vla? Nou ja, goed, in ieder geval. Maar misschien wel op een tweede, eerste plek staat natuurlijk vanillevla. De vla der vlaan. Geel, romig, hap, 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 lepeltjes in je bekje na het eten. Ik weet nog wat mijn moeder het inschonk voor me. De tranen staan me in mijn ogen. Mama. Maar vanillevla is een mooi product. Maar het is ook een product wat heel veel gemaakt wordt en dat niet altijd lekker is bij iedereen. Dus we hebben hier 3 pakken vanillevla. Hier heb je dus de goedkoopste, de Saanse Hoeve. Ja, ik weet niet helemaal, dat is voor mij het allergoedkoopste zuivelmerk van Appie de Gein. Hier heb je Appie de Gein zelf. En hier heb je Capina. Oh, dit is wel grappig. Dit is geen vanillevla. Maar bij Capina noemen ze het met vanillesmaak. Nou, dat vind ik dus alweer heel vervelend. Maar dit is gewoon vanillevla. Dat is gewoon vanillevla. Oh, nee, vanillesmaakvla op Zaanse Schans. We slaan het nou op. Vanillevla is toch gewoon vanillevla? Hoef je niet zeggen dat het de smaak van een vanille betreft? Ja, aardbeienijs. Wat zeg je dan? Het is aardbeiensmaakijs. Kijk nou, de pleuren zeg. Maar goed, er zit toch wel een beetje kwaadheid in mijn lichaam van het Nederlandse elftal. Goedkoop, gaat wel, duur. Wat zijn de grote verschillen? Dat is de vraag. Laten we gaan proeven, jongens. Dit is een belangrijke test. Vanillevla is een belangrijk product. Daar mogen we trots op zijn. Trouwens, mag dat eigenlijk nog? Trots zijn op iets? Tenminste, wij? Ook niet, hè? Oké, dan doe ik het even anders. Vanillevla is een belangrijk product. Het is een mooi product. Prima. Hoef je niet trots op te zijn, maar het is gewoon prima zo. We moeten gewoon even gaan proeven. Ik hoor jullie denken, ja maar Jan, vla eit je uit een bakje en niet uit een doorzichtig glas. En daar geef ik je gelijk in. Maar we zijn hier niet alleen maar om te proeven. We zijn ook om te kijken, om te ruiken. Wat is het kleurverschil? Ja, dat zijn gewoon de dingetjes waar je op let als je op een gegeven moment heel veel reviews maakt. Saanse Hoeve. Kijk, dit is gewoon vanillevla, geel, redelijk vloeibaar. Oh, kijk, deze is al anders van structuur. Zie je dat? Deze is dikker. En exact dezelfde kleur. Dus zijn ze allemaal van dezelfde kleur. Dan zitten we voor niks aan het glaasje te eten. Kijk, deze is nog iets dikker. Er komt gewoon niks uit. We merken dus hoe duurder die wordt, hoe minder vloeibaar. De goedkoopste schenkt makkelijk. De duurste is... Het is toch een dingetje. Het zijn toch de dingetjes. Zo herken je dus de... Amateur reviews in the pros. Vanillesmaakvla van de Schaanse Schans. Mm. Shit, moet ik het met een label doen. Easy. Het is inderdaad een vloeibare vla. Met een ja, lichte vanillesmaak. Niet overheersend, niet chemisch, maar is wel erg vloeibaar. Vanillevla van de Albert de Gein. Godverdikke, ik lijk Kim Holland wel. De vanillevla van Albert de Gein is inderdaad dikker, maar smaakt meer naar vanille dan die van de Saanse Schans. Is hij daarmee lekkerder?
Ik vind van niet. En deze is een stukje dunner. Maar is ook een stukje lekkerder. Omdat hier is die vanillesmaak gewoon smooth. En hier krijg je hem zo in je gezicht. Dan wordt het tijd voor de dure dikke. De dure dikke. Het gaat niet over mij. Het gaat over het vlaatje van Campina. Dus vla vanillesmaak. Vanillesmaak vla. Ik vind het indrukwekkend dit. En dit is gewoon vanillevla. Zonder kunstmatige kleur en smaakstoffen zetten ze erop bij Campina. Nou, dan zal dat wel zo zijn, hè? Hier, dik. We kijken hier, bob, bob, bob. Alsof je een advocaatje heet. Hij is inderdaad dik. En hij smaakt. Hij smaakt niet zo heftig naar vanille. Hij smaakt eigenlijk helemaal niet naar vanille. Kan je wel heel groot erop zitten zonder kleur en smaakstoffen, maar natuurlijk wel de bedoeling dat het ergens naar smaakt. Ondanks dat hij de dikste is van het zootje, is hij waterig qua smaak. Snap je wat ik bedoel? Dit zijn toch vreemde dingen. Dus de goedkoopste heeft eigenlijk de lekkerste smaak. Deze is wel in je face en deze smaakt eigenlijk niet. Deze is heel erg vanille, deze is heel erg niks. Raar. Tijd voor de cijfertjes. En zo zie je maar, lieve reviewvrienden. Er kan van alles gebeuren in het leven. Hè? Je denkt meestal van, laat ik de dure pakken, dat is de beste. Ja, maar bij vanillevla gaat dat dus niet op. De Campinavla is de duurste. En de duurste is op dit moment dus niet de lekkerste. Nee, het is de minst lekkere. Het is dik, dat is wel zo. Alleen het smaakt naar niks. En dat is vreemd. Want als je dus vanille smaak op je pak zet, dan lijkt het me ook verstandig dat het naar vanille smaakt. En dat doet het dus niet heel erg. En dat vind ik jammer. Dan denk ik, ja, dan betaal je het meeste en dan krijg je het minste. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is gewoon een zesje. Die van Appie de Happy is een prima vlaatje. Niks aan de hand vlaatje. Beetje heftig aan de vanille smaak. Maar ja, goed, het kost ook geen ene moer. Volgens mij kost het een eurotje, dat pakje. Je kan er gewoon lekker wegslobberen. Niks aan de hand vla. Leuk voor bij de tafel te eten. Maar niet de lekkerste. Ik krijg wel een zeventje. De absolute winnaar. En dat maakt het vreemd, want dit kost helemaal niks. Volgens mij kost het 70 cent of zo. Gaat helemaal nergens over. Is dus de Zaanse Schans. Heet dat zo? Heet de Zaanse Hoeve. Dat is nog niet de Zaanse Schans. Is dus de Zaanse Hoeve. Kost geen moer. Is licht vloeibaar. Dus het is niet zo'n dikke, stugge vla. Maar het heeft de meest natuurlijke, zachte vanillesmaak. Hè? Too much, too little, perfecto. De Zaanse Hoeve, vla, goedkoop, heel lekker. En van Jan, een 8. Nou, hartstikke leuk. Hé, god, wat waren ze slechte gisteren. Nou, voetballer. Nee. Dag.